Beste vrienden Sven en Kurt, vandaag spelen we Trivial Pursuit. Dit is even iets anders dan een praktische oefening, hè? Ja, en Sven, zijn algemene kennis is wel heel groot. En mijn vrouw zegt altijd van, jij weet dingen dat geen mens weet en dingen die iedereen weet, dat weet jij dan niet. Dus ik weet niet of ik het er hier zo goed vanaf ga brengen. Ja, jij bent terug de favoriet, Sven. Ja, maar daar ga ik niet mee akkoord. Ik vind dat een heel moeilijk spel. Ja. Enfin, we gaan ook niet het volledige spel spelen, heb ik begrepen. We gaan gewoon een kaartje elk. Elk een kaartje en jullie krijgen de kindervragen. Ga jij ons helpen bij sport en ontspanning of ben jij neutraal? Ik ben neutraal. Noemen de oorspronkelijke inwoners van de Nederlandse provincie Zeeland meeuwen, leeuwen of zeeuwen? Zeeuwen? Juist. Wow. Welk volk noemde de Noord-Amerikaanse indianen schamper nauwvleeseters? De Europeanen? Eskimo's zijn rauwvleeseters. Alright. Van welk trio was Heya Mama de eerste grote hit? Olé! Ik vermoed dat dat van K3 was. Nee. De namen. K3 is juist. 2-0. Makkie, hè. Was een weggevertje, hè. Ja, het is echt te makkelijk. Welke superheld met zwarte cape en masker leeft in Gotham City? Batman. Ik had ook nog Zorro kunnen zeggen, maar het is Batman. 2-1. Juist, Batman. Ja. Hoe heten de priesters van de oude Belgen? God, de priesters van de oude Belgen? Druïden? Wauw. Ja, juist. Oké. Maar dat is gemakkelijk. Drie op drie. Zijn Obelix lezen en je weet het. Aan het graf van de welke soldaat wordt jaarlijks op 11 november de gruwel van de wereldoorlogen herdacht? Dat heb ik ook eens een makkelijke. De onbekende soldaat. Ik ga toch even kijken. Juist. 3-2. Hoe heet de dikke oranje kat die een hoofdrol speelt in films en stripverhalen? Dat zal Garfield zijn. Ik wist het ook. Garfield. Makkie, hè? Ja. Makkie en Kurt. Voor welke hogeschool moet je in Schweinstein zijn? Ja, dat is de school van Harry Potter. Maar de naam van die school? Hogeschool voor hekserij? Schitterend. Wat kan een persoon niet of slecht als gij door een signaalhond begeleid wordt? Zien. Horen. Signaalhond. Signaalhond. Oh, man. Ja, godverdomme. Wat eten vogels zoals pelikanen die piscovoor zijn? Vis. 4-4. Vis is juist. Hoe heet de eerste regio van Pokémon? Ik weet het niet. Geen flauw idee. Ik ken Pokémon niet. I don't know. Het is niet over sport, maar wel over ontspanning. Ik weet het niet. Kanto. Voor welke combinatie van acrobatie en gymnastiek moet je wel heel erg lenig zijn? Ik snap de hele vraag ook niet. Zoeken we nu een sportdiscipline? Is er een tijd? Staat er een tijd op, scheidsrechter? Ja, dat is... laten we zeggen, je mag nog tot 5 seconden nadenken en dan is het over en uit. Trapeze springen. Fout. Acrogym. Dit is een heel speciaal moment. We gaan een nieuw kaartje trekken. En de eerste die afvalt, is natuurlijk de verliezer. Sven, dit is jouw moment. Jij kan winnen als je deze vraag juist hebt. Oh, dit wordt makkie. Voor welk trio heeft pianist Miguel Wills heel wat hitjes gecomponeerd? Voor de tweede keer K3 of wat? Ah, oh, dit is te gemakkelijk. Ja, K3.